Na een enorme brand in een boerderij in Hoevelaken zijn de hoogbejaarde bewoners dakloos geworden. Het trof een woning inderdaad met een rieten kap. En die is helemaal, daar konden we weinig aan houden. Een Duitse soldaat is op zoek naar zijn verleden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En feest en vertier in Harderwijk tijdens de Aaltjesdagen. Goedenavond, het nieuws van zaterdag, 11 juni. Een bejaard echtpaar uit Hoevelaken is na een fikse brand dakloos. Vanochtend vroeg werd hun historische boerderij volledig in de as gelegd. De bewoners zijn met ademhalingsproblemen opgenomen in het ziekenhuis. De brandweer rukte met groot materieel uit om de brand te bestrijden. Al die inzet heeft het boerderijtje aan de Veenwal niet meer kunnen redden. Dit is alles wat er van over is. Nou, drama. Het was een heel mooi huisje, een heel liefelijk huisje. Iedereen was er weg van. Maar het is nou niet meer, hè? De schoonouders van Niek Witkamp lagen nog te slapen toen de brand uitbrak. Vanwege het rieten dak is de rookontwikkeling enorm. Om 4:15 ben ik wakker van de toeters en bellen van de brandweer. Nou, toen ben ik goed geschrokken, want ik weet dat er twee hele oude mensen zijn. Tegen de 90 of over de 90. En ik was nog bang dat ze in het huis waren. Maar gelukkig waren ze er al uit en ze waren gelukkig al ondergebracht bij de buren. De 91-jarige man en de 86-jarige vrouw hebben wel flink wat rook ingeademd. En zijn daarom uiteindelijk naar het UMC-ziekenhuis in Utrecht gebracht. En mijn schoonmoeder heeft behoorlijk ademhalingsproblemen. Die houden ze ook daar, die blijft in het ziekenhuis. Maar mijn schoonvader die is nu onderweg naar Amersfoort. Ja. Die is terug, die is ontslagen. Er zijn in de omgeving van Hoevelaken de laatste maanden meerdere branden geweest. De politie sluit brandstichting dan ook niet uit. In een huis aan de Oude Kleefse Baan in Berg en Dal is een dode man gevonden. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. De melding werd gisteravond gedaan door een 41-jarige medebewoonster. Zij is door de politie aangehouden. Het slachtoffer is een man van 58 uit Berg en Dal. Op zijn lichaam wordt sectie verricht om de doodsoorzaak te achterhalen. Arnhem is de op één na onveiligste gemeente van Nederland. Volgens de misdaadmeter 2010 van het Algemeen Dagblad is het alleen in Rotterdam nog slechter met de veiligheid gesteld. Het AD voert jaarlijks een veiligheidsonderzoek uit. Arnhem stond vorig jaar al vierde in de top 10 van onveilige gemeenten. Het cijfer wordt onder andere bepaald aan de hand van het aantal overvallen, inbraken en straatroven. Nijmegen staat negende in die top 10. In Culemborg maken ondernemers landelijk gezien de grootste kans om overvallen te worden. In 2010 gebeurde dit maar liefst 28 keer, onder meer op winkels, pizzacouriers en horecazaken. En in verhouding tot het aantal inwoners staat Culemborg daarmee onbetwist op nummer 1. De provincie laat het Gelders Orkest niet in de kou staan. Dat zegt gedeputeerde Annemieke Traag in reactie op de gisteren aangekondigde bezuinigingen in de culturele sector. Het Gelders Orkest krijgt in plaats van 6 miljoen euro subsidie nog maar 3 miljoen. Traag vindt dat de provincie bij moet springen, omdat het orkest zowel een economische als een maatschappelijke meerwaarde heeft. Ook andere podiumkunsten kunnen volgens Traag rekenen op steun van de provincie. De mogelijkheden daarvoor worden komende weken onderzocht. Wel moeten culturele instellingen ook zelf op zoek zijn naar financiële middelen. Al 10 jaar is de Duitse oudsoldaat Rudolf Kiesner op zoek naar zijn oorlogsverleden. Hij herinnert zich hoe hij bij een razzia in een Nederlands dorp een huis moest doorzoeken en op zolder op 13 mensen stuitte die zich daar verborgen hielden. Hij besloot de plekken dat hij ze niet aan kon geven en zei tegen zijn commandant dat het huis leeg was. Maar welk dorp het is geweest, dat weet hij niet meer. In Putten hoopt hij vandaag de plek terug te vinden waar hij toen 13 mensen het leven redde. Eerst hier en dan zien. Zien. Ja? Met zijn vrouw en vrienden is hij naar Putten gekomen om nu eindelijk zekerheid te krijgen. Was het Putten waar hij tijdens een razzia als 18-jarige soldaat een huis moest doorzoeken. Wat hoffen ze heute te vinden? Ik hoop mijn vergangenheid te vinden. Dat is zeer schwer voor mij. Ze merken het, ik kan kaum spreken. Ja, het is zeer schwer. Kiesner
Kiestner is al 10 jaar bezig om erachter te komen waar het indertijd was. Hij klopte aan bij de stichting Oktober 44... die zich inzet voor de herdenking van de gebeurtenissen rond de razzia in Putten. Deze man heeft ons benaderd, al een tijd geleden. We hebben toen met hem gesproken. We zijn toen niet het dorp ingegaan. We wilden eerst kijken wat voor man is het. Zuigt hij niet uit zijn duim of probeert hij zijn straatje schoon te vegen? Nou, dat bleek toen van niet. En toen op een gegeven moment stond hij gisteren in één keer voor onze neus. En hij wilde toch weer gaan kijken. Nou, toen hebben we gezegd van, we gaan met je kijken. Tijdens de zoektocht staat Kiestner verschillende keren stil en probeert Gert van Domselen te verduidelijken hoe het straatbeeld er in de tijd uitzag. Maar het lijkt erop dat de plek niet gevonden wordt. Nog niet. Dat was niet hier. Nee. Dan vielleicht weiter. Maar dan? Daar waren damals een slachter. Bij een winkel waar vroeger een slagerij in zat, lijken ze beet te hebben. Hij beschrijft het als een huis waar bovenop zolder hammen hingen. Ja. Nou hingen natuurlijk bij heel veel mensen hammen op zolder. Nee, dit is een oude slagerij dat klopt. Geweest. Klopt, daarom. Hij zegt, maar daarachter of daarnaast was een grote binnenplaats. Hier weer een grote is dat zo? Ja. Het huis is gevonden en Kiestner is opgelucht. Dat is zo schön. Zo schön. En vooral dat mij zo geholpen wordt daarbij. Maar ik denk dat ik ook in of deze mensen hier helpen kan. In zoverre dat ik daar iets opklaring schaffe. Het is het evenement voor Harderwijk en de omgeving. De Aaltjesdagen. Zometeen een sfeerreportage. Het lichaam van de automobilist die in de nacht van zondag op maandag bij Tuil de Waal inreed, is gevonden. De man van 27 uit Gorinchem is donderdag gevonden in de Merwede bij Dordrecht. Ruim 40 kilometer van de plek waar hij het water in reed. Dat meldt de politie vandaag. De man negeerde een stopteken van de politie en kwam tijdens zijn vlucht in de rivier terecht. Na een uitgebreide zoekactie werd maandag al het lichaam gevonden van een 24-jarige vrouw uit Huizen. Zij is verdronken. De vrouw was een bekende van de man. Honderden vissen zijn vandaag uit de uiterwaarden bij Druten gered. De vissen kwamen in de problemen vanwege de lage waterstand. Het water in de rivieren staat erg laag vanwege de aanhoudende droogte. Eerder zijn ook al vissen gered in Doesburg en in Zutphen. Het pontje tussen Beuningen en Slijk-Ewijk vaart vandaag voor het eerst in 55 jaar. Het nieuwe fiets- en voetveer vaart in de zomermaanden over de Waal. De eerste vaart moest een maand uitgesteld worden in verband met het lage water. Ook het pontje tussen Dodewaard en Druten vaart weer vanaf dit Pinksterweekend. De nieuwe uitkijktoren van de Heerdense Schaapskooi is vandaag in gebruik genomen. Gelderse gedeputeerde Jan Jacob van Dijk opende het informatiecentrum en het nieuwe onderkomen voor de herder. De provincie heeft het herdersonderkomen gefinancierd samen met de gemeente Epe en Heerde. Duizenden bezoekers komen vandaag af op dancefestival Ground Zero in Buslo. Het dancefestival, dat dit jaar voor de 6e keer werd gehouden, is voor het eerst overdag. Volgens de organisatie heeft dat niets te maken met klachten van geluidsoverlast van omwonenden. De omwonenden hebben een rechtszaak aangespannen tegen de organisatie. Die zaak ligt nog bij de Raad van State. Het nieuws uit Gelderland. Actueel, compleet en betrouwbaar. U vindt het op omroepgelderland.nl. Meester Pieter van Vollenhoven vreest voor de natuur in Nederland. Natuurgebieden worden door te veel verschillende instanties beheerd. Volgens Van Vollenhoven moet daar meer structuur in worden gebracht. Gebeurt dat niet, dan kunnen de aanstaande bezuinigingen van ruim 60% fataal zijn voor natuurgebieden. Van Vollenhoven zegt dat in het programma In Gelderland Live. Ik zou bij de natuur eigenlijk wel eens terug willen naar Rijksnatuurmonumenten en provinciale natuurmonumenten. En dat ze veel duidelijker herkenbaar worden van waar heb je het over. Het is nu te versnipperd. Ja, en het is voor u ook ontzettend. Kijk, de Sint-Jan weet het precies of het paleis op de Dam, het is een Rijksmonument of het paleis het Loo. Het is helemaal duidelijk. Heel duidelijk. Is het. Maar bij de natuur weten we dat niet. Nee, nee. En heeft u wel gehoord het Nationaal Landschap of het is een Nationaal Park? U zou het absoluut niet weten. En als die helderheid er niet is, krijg je ook geen draagvlak bij de bevolking. Dus ik denk dat we daar absoluut moeten gaan strijden voor meer helderheid. Dat je het iets meer kan zeggen, aha, dat is een Rijksnatuurmonument. Daar moeten we voor gaan. En het hele interview met meester Pieter van Vollenhoven is morgenochtend om 11 uur in zijn geheel te zien in een speciale uitzending van In Gelderland Live.
Het toeristisch seizoen is weer begonnen en dat wordt in Harderwijk traditiegetrouw gevierd met de Aaltjesdagen. 3 dagen lang staat de Hansestad op zijn kop. Veel muziek, boten en activiteiten op het water. Maar natuurlijk staan deze dagen ook in het teken van de paling. Wat gaat er nou in? Hier gaat een lekker gerookt poontje in, mevrouw. Een poontje? Een rode poon, ja, zeker. Is dat lekker gerookt? Super. Nooit gehad. Heerlijk, echt waar. Heerlijk gerookt poontje, maar Harderwijk Aaltjesdagen is toch paling? Ja, maar een lekker gerookt poontje is ook niet verkeerd. Gerookt rood poontje, lekker biertje erbij? Ja, hartstikke heerlijk, joh. Zijn dat de Aaltjesdagen? Ja, eigenlijk gerookte paling, dat zou het lekkerste wezen. Maar goed, dat is allemaal beperkt verkrijgbaar. Wat kost de paling? Zijn 21 euro per pond. En gaan ze nog een beetje, of niet? Ja, super. Maar de kwaliteit is er ook naar, dus... Daar ligt hij, het zakje paling. Hij is al op. Dat is snel. Ja, maar dat was heerlijk. Heerlijk was die. U staat te kijken, niks voor u? Nee, het lijkt me niet voor mij. Waarom niet? Het is nou te koud. Het is warm is anders, ja. Ja. Maar ik heb een goed pak aan, dus het is wel een dagje te redden dan. Hebben ze allemaal goede zin, de mensen die meegaan? De mensen praten er jaren later nog over. Het grootste feest, zeggen ze altijd, wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt, is het meevaren aan boord van de Abel Tasman. U vindt het wel bijzonder hier, ja, op de Abel Tasman. Was een leuke dag. Was best een leuke dag hier, ja, ja. Eerste keer dat we hier liggen. En volgend jaar gaan we het zeker over doen. We hebben een wisselvallige dag gehad vandaag. Van Margot Ribberink horen we hoe het weer is tijdens de Pinksterdagen. Ik denk dat de beide Pinksterdagen in Gelderland er helemaal niet slecht uitzien. Ik denk op de meeste plaatsen droog. Eerste Pinksterdag morgen de meeste zon. En tweede Pinksterdag wordt de warmste dag van de twee. Vandaag ook een goede start van de dag. Mooie blauwe lucht. Maar vanuit het zuidwesten kwamen er ook weer een paar buien aan. En ook gisteravond trokken vanuit het zuidwesten een paar flinke buien over Gelderland. Op sommige plaatsen was er zelfs even een shelfcloud te zien. Onweer is gemeld. En tussen die twee storingen door vanochtend even een mooie start van de dag. Maar in de loop van de dag dus de vorming ook van stapelwolken. En vanuit het zuidwesten weer een paar buien. Nou, die buien zullen vanavond allemaal gaan uitdoven in Gelderland. En er volgt een heldere nacht. En net zoals afgelopen nacht kan het behoorlijk afkoelen. 6 graden op de meeste plaatsen in de Achterhoek en op de Veluwe. Met de vorming van een paar grondmistbanken. En die zijn morgen zo weer weg. Want de eerste Pinksterdag start zonnig met een blauwe lucht. Er ontstaan in de loop van de ochtend en 's middags een paar stapelwolken. Maar die zijn allemaal van het vriendelijke soort. Ik denk niet dat er een bui uit zal vallen in Gelderland. En ook de temperaturen gaan weer een stukje omhoog. Vandaag werd het 17, 18 graden. En morgen op eerste Pinksterdag wordt het 19 en op sommige plaatsen in de Achterhoek misschien wel weer 20 graden bij een matige wind uit het zuidwesten. Tweede Pinksterdag verloopt overwegend droog, maar duidelijk met wat meer bewolking. Maar u ziet het, met een naar zuid draaiende wind wordt het ook weer een beetje warmer, 21 graden. En ook de dagen daarna zien er helemaal niet slecht uit. Dinsdag en woensdag droog, met dinsdag weer volop zonneschijn. Vanaf donderdag lijkt het echt wat wisselvalliger te gaan worden in Gelderland. Met van tijd tot tijd ook flinke buien, misschien ook met onweer. En de temperaturen veranderen niet veel. Zo tussen de 20 en de 22 graden. En dit was het nieuws van zaterdag. U heeft gezien dat een hoogbejaard echtpaar dakloos is geworden na een uitslaande brand in hun woonboerderij. En u heeft de zoektocht gezien van een Duitse oudsoldaat. Hij moest tijdens een razzia een huis doorzoeken en stuitte op 13 mensen, maar verzweeg dat. En nu wil hij weten waar dat geweest is. Ik wens u verder nog een mooi weekend.